Op Groene Vrijdag was er ook Groene Vrijdag soep gemaakt door restaurant Het Sfeerhuis. Maar helemaal groen is hij dit jaar niet. Niet helemaal groen. We hebben hem dit jaar iets aan moeten passen. Omdat we altijd werken met producten van het seizoen, producten van het jaar. Dus we hebben dit keer van Orientalis hebben wij de pastinaak meegekregen en een fles pompoen. En daar kun je nog net geen groene soep van maken. Maar ik vind het zeer verantwoord om binnen een kleine regio alle producten hier naartoe te krijgen. Nou, de basis is natuurlijk altijd verse groenten. Wij maken die soep voor mensen die misschien soms niet altijd met verse producten altijd in aanraking komen. Dus de basis is per ketel soep gebruiken we minimaal 40 kilo groenten om zodoende toch een verantwoord product te krijgen. In dit geval de fles pompoen, wat ik zei, en de pastinaak. Volgens verantwoordelijk wethouder Jan Winia zijn we op de goede weg, maar het kan allemaal nog wel wat groener. Lekker! Kijk, we hebben een groot klimaatprobleem en dat hebben we nog lang niet opgelost. Dus in die zin zijn we nog lang niet groen genoeg. Maar ik zie wel dat heel veel mensen met goede initiatieven, goede ideeën zijn, die dingen groener willen maken. Dan hebben we het over de groene omgeving. Nijmegen heeft op een aantal terreinen echt een koploperpositie. Dat is niet bij alles zo trouwens. Maar het betekent wel dat wij ook samen met andere grote steden, maar ook met andere partijen, zoeken naar oplossingen die wij samen kunnen maken. Dus dat geldt voor de gemeentelijke overheid, maar dat geldt ook voor onze inwoners. We hebben tal van... Ja, ontzettend veel organisaties en actieve inwoners die aan het werk zijn om de stad mooier te maken. De soep gaat naar mensen die die goed kunnen gebruiken. Wij hebben dit gemaakt eigenlijk om dat straks uiteindelijk weer uit te delen aan mensen van de voedselbank. Die uiteindelijk dus volgende week verse soep van het Sfeerhuis gaan krijgen in het kader van de Groene Vrijdagsoep. Het brein achter het concept, dat ben ik. En de bedenker, daar hebben we een fantastische chef-kok voor. Erik in dit geval. Erik heeft de soep eigenlijk bedacht. De basis is natuurlijk producten van het land. Kom hier naartoe, dat zijn vieze producten. Die gaan we schoonmaken. Daar hebben we ook leerlingen voor. Dus we proberen ook binnen ons personeel iedereen erbij te betrekken. En uiteindelijk de finishing touch, dat wordt door de chef gedaan. Het is sowieso een stimulans om zelf soep te maken. Want soep is eigenlijk een heel eenvoudig product. Soep is goed. Soep is goed omdat er vitaminen in zitten. Soep kun je maken van alles wat eigenlijk bijna in je koelkast zit. Het recept van de soep staat op de site van Groene Vrijdag. Eet smakelijk!